Het nieuws dat Geert Wilders afziet van het premierschap heeft niet alleen Arjen Lubach en zijn publiek in extase gebracht, maar doet ook veel stof opwaaien in politiek Nederland. Terwijl de PVV in de peilingen historische hoogtes bereikt, roept het besluit van Wilders om geen premier te worden vragen op bij de VPRO over de ware aard van zijn achterban. Het lijkt erop dat de kans op een PVV-regering steeds reëler wordt, Gezien de positieve ontwikkelingen in de formatie met de VVD, NSC en BBB. Het afzien van het premierschap door Wilders wordt gezien als een enorm offer, gedreven door zijn wens voor een rechtskabinet met strengere regels rond asiel en immigratie. Arje Lubach besteedt aandacht aan het nieuws in zijn programma De Avondshow op NPO 1, waarbij het publiek jubelend reageert op het nieuws. Zijn sarcastische reactie op hun enthousiasme weerspiegelt de verbazing over het besluit van Wilders. Ondanks het politieke verschil van mening, doet Lubach een opmerkelijke oproep aan de PVV om een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te steunen, in de hoop dat Dion Graus, bekend om zijn liefde voor dieren, zich daarvoor zal inzetten. De ironie lijkt te heersen. Aangezien Wilders nu aan tafel zit om te onderhandelen over een kabinet waarvan de naam zelfs een knipoog lijkt te maken naar zijn eigen kenmerkende uiterlijk. Desondanks blijft Lubbach hoopvol over de rol van de PVV in dit mogelijke kabinet, met een focus op hun onverwachte overeenkomsten, waaronder een gedeelde liefde voor dieren.